De provincie Gelderland is van plan een regio-express tussen Arnhem en Doetinchem te laten rijden. Volgens gedeputeerde Connie Biese is de provincie de mogelijkheden ervan aan het onderzoeken. De sneltrein zal de reistijd verkorten met 13 tot 20 minuten. Voor de regio-express is een verdubbeling nodig van de spoorlijn tussen Didam en Doetinchem de Huut. Provincie Gelderland heeft nu 25 tot 30 miljoen euro gereserveerd. De geschatte kosten van de spoorverdubbeling zijn 63 tot 80 miljoen euro. De werkelijke kosten en mogelijkheden worden nu onderzocht. In 2019 besluit de Provinciale Staten hierover. Op dit moment is aannemer Structon Rail bezig met een verdubbeling van de spoor tussen Didam en Zevenaar.